loketten bemannen, dat kost natuurlijk veel inspanningen van de mensen, maar dat kost ook wat financiële middelen. En ik voel vaak, als ik aan de piketten ben, dat daar toch wel wat spanning rond is van ja, wie betaalt dit en kunnen we nog iets eten of iets drinken? En ik denk dat met dit initiatief hier een concert geven, eigenlijk allemaal met lokale groepen en dat organiseren en die opbrengst aan de piketten geven, wel, dat vind ik een goed initiatief. Ik denk dat dit iets surplus is. Waarom? Ja, na 10 weken heb je echt wel nood aan de piketten. Want de eerste weken krijg je wel heel veel steun van de middenstand, eten, drinken en dergelijke. Maar dat heb je nu niet meer, dus dat hebt weg. Je krijgt ook heel weinig media-aandacht. En ik denk dat dat wel heel belangrijk was, wat er vandaag gebeurt. Dat de mensen toch wel wat konden steunen, solidariteit betuigen. En dan natuurlijk het financiële aspect is een mooie meegenomen. Hè? Klopt in de jaren 80, je moet niet meer mee aan de werken, je moet allemaal op de computer langen. Maar blijkbaar komen ze nu alles te kort. Waarom ik naar hier kom is, ik heb 24 jaar in fabrieken gewerkt. Ik ben niet altijd op podium bezig geweest. Dus en ik weet hoe dat die situaties. Ik heb in 2 bedrijven gewerkt die nu ondertussen al gesloten zijn. En ik weet wat voor drama's er zijn. Dat zijn drama's. Hè. En dus ja, hard onder de riem of gewoon laten voelen dat er iemand u begrijpt. Mensen die zagen van oh, die mannen van Ford die gaan een grote aftankingspremie krijgen of zo, ik zeg altijd dat is niet genoeg. Als je weet dat de aandelen van Ford steeg met bijna 3% een dag nadat ze dat bekend maakten. Dus die hebben honderden miljarden gewonnen, Ford, door mensen op de schroothoop te smijten. Ah, wel, dan mogen ze een paar van die miljarden aan die mensen geven, vind ik. En trouwens, ze zijn al jarenlang aan het inleveren. Ze zijn aan het inleveren op een loon dat ze normaal zullen krijgen om hun jobs te behouden. Ah, wel, als ze die jobs niet meer behouden, dan moeten ze die geld teruggeven. Vind ik. Dat is heel simpel. Ik denk dat we op dit moment de vakbond als instituut gaat natuurlijk voor in eerste instantie denk ik voor een premie. Maar dat is niet hetgeen wat de mensen willen. De mensen willen dat de fabriek open blijft. Eventueel jobs. Dus we kijken eventueel in eerste instantie naar herverdeling van jobs binnen alle Europese vestigingen. Eventueel een overnemer kan ook nog. Dat wij zoeken naar een eventuele overnemer. Of in derde instantie dat de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt en zegt van Ford heeft 10 jaar vrijstelling gehad van belastingen, subsidies, van het kan niet meer, loonlastenverlagingen en dergelijke. Maar dat zij zeggen van oké, de gebouwen en de gronden zijn van ons en we gaan hier zelf een product maken. Dat zijn allemaal dingen die kunnen.